Jadrik Oldersma, online beter bekend als Toldersma, werd op 26 december 1994 geboren in Leeuwarden en is dus 27 jaar oud. Veel mensen zullen hem kennen als e-sports shoutcaster, want hij geeft commentaar bij de games CSGO en Rainbow Six Siege op grote toernooien. Zijn stijl valt het best te omschrijven als een mix tussen serieus met veel kennis van de game en tussendoor de nodige humor. Dat kan er misschien voor zorgen dat er een bepaald beeld over hem bestaat. En laat dat nou net zijn waar we vanavond dieper in willen duiken. Want wie is eigenlijk de persoon achter die woordgrapjes en dat guitige lachje? Hopelijk komen we daar vanavond achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het spreekuur met Toldersma. Is, is nee, 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 nee. greintje, greintje, geintje. Nee, alles <laughs> werkt, alles werkt. Goedenavond allemaal, welkom bij het derde seizoen van Het Spreker. Je zou het niet zeggen als je uh, deze eerste paar minuten hebt aanschouwd, maar ik heb echt, echt, echt al twee seizoenen hiervoor gemaakt. Vrij succesvol, dus uh, ja, dat moest een keertje misgaan waarschijnlijk. Um, het Spreker, de podcast waarin ik 60 minuten in gesprek ga met mijn gast, en in dit geval is dat vanavond uh, Tjadrik, a.k.a. Toldersma. Goedenavond Tjadrik. Goedenavond, je had me wel te pakken met uh, de fake ja, news. Ja, je dacht even dat hij het weer niet deed. Hè? Nee, precies, precies. Um, voordat we beginnen, uh, even snel jat ik altijd één minuut van onze gesprekstijd... ...om even te vertellen dat als je dit nu aan het luisteren bent op Spotify... ...en je denkt, hé, hey, uh, ik zou eigenlijk wel uh, veel sneller erbij willen zijn... ...dan kan dat, want elke woensdagavond, nu toevallig op zondag... ...maar in principe elke woensdagavond... Uh, om 8 uur op twitch.tv slash steven, s i e f u n kun je er live bij zijn. De komende 10 weken ga ik weer 10 afleveringen maken met 10 ontzettend leuke gasten. Ik weet ze allemaal al, jullie nog niet, maar geloof me, elke week wordt weer om van te genieten. En als je oude afleveringen terug wil luisteren, met onder andere mensen als Rick Broers, Daniel Lippens, uh, Stream With Lean, uh, Kevin van Wonderen. Uh, uh, Mattia, Sumi, whatever... Uh, ...luister het vooral terug op Spotify... ...uitroepteken Spotify in de chat... ...of zoek gewoon het Spreekuur op... ...op Spotify. Goed... ...geen tijd te verliezen. Um, Tjadrik... Uh, ...om maar met de deur naar huis te vallen... Uh, 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 ...zijn er nog mensen... Ik, ...ik heb dit aan een aantal mensen gevraagd... ...als openingsvraag, maar... ...zijn er nog mensen die jou überhaupt Tjadrik noemen... Nou, daar spreek je wel echt uh, belangrijke dingen aan. Er zijn uh, mensen in mijn echte leven, die noemen me nog Tjadrik. Ja. Uh, maar ik heb wel eens een keer mensen vanuit de gamewereld en e-sportswereld e op verjaardag gehad. En toen kwam eentje na een tijdje naar me toe. Ik was echt helemaal vergeten dat je een echte naam had. Ik ken jou <laughs> alleen als Toldersma. Die was echt helemaal in de war, omdat iedereen me Chadrik noemde in mijn verjaardag. Want ja, dat is mijn familie, die kennen mij niet als Toldersma. Ja. Uh, en uh, ja, toen was het daar toch wel een shock dat ik een echte naam had. Ja, want Toldersma is wel, dus een soort, het is wel echt je e-sports je e identiteit, je gamenaam. Ja. Dus het is niet een soort geuzenaam die je ook uh, buiten het gamen gebruikt. Nee, nou ja, mijn... E-mail begint ook als Toldersma, want uh, ik heet Chadrik Oldersma. Ja. En toen was ik ooit echt heel creatief, dacht ik de T voor de Oldersma, dat kan. Ja. Uh, en ja, dat is inderdaad een beetje blijven hangen. Ja, precies. Maar in jouw privéleven is er niemand die dat als soort uh, nickname, koosnaam hey. voor jou gebruikt of zo. Hey. Mijn vriendin noemt me gelukkig Tjadrik, uh, dus <laughs> dan ja. een beetje... Hey Toldersma, <laughs> ja, hey. heb je zin in wat chips? Hé, hey, dat zomaar gekund, dat zomaar ja, gekund. Het gevaar is... Ze zit dus beneden te kijken nu meteen. Dus misschien kom ik straks beneden en dan heb ik het nu ja. dus aangezwengeld. Uh, Vanavond dus in bed is het wel Trustentol, maar waarschijnlijk. <laughs> ja, precies, precies. Hey, uh, we gaan het overal zo nog wat hebben. Uh, je vriendin, je noemt het zelf al, uh, komt, uh, komt straks ook zeker aan bod. We gaan het over heel veel verschillende dingen hebben. Zoals ik in het intro ook al zei, uh, we kennen je natuurlijk. Uh, ik denk dat iedereen een beetje het gevoel heeft dat, dat ze je kennen. Ik heb ook het gevoel dat ik je ken, maar als ik er echt goed over na weet ik eigenlijk niet zo heel veel over je. Terwijl, ik denk dat als mensen jou kijken elke week, of een, een stream van jou kijken, of een, nou ja, een show die je dan doet, of wat dan ook, dat mensen toch een bepaalde bonding met jou voelen, en, en een beetje een idee hebben hoe je in elkaar, in elkaar zit en wat mijn bedoeling eigenlijk van dit uur is om te kijken. Nou, klopt dat? Of komen er misschien nog leuke weetjes of dingetjes naar boven die mensen niet over jou weten? Uh, daar zet Spreker natuurlijk uh, ideaal voor. Ehm. Um, maar we beginnen helemaal bij het begin. Dat doe ik met iedereen. Uh, en in jouw geval is dat 26 december 1994 in een ziekenhuis in Leeuwarden. Moet ik het goed zeggen? Want uh, je, je, je woonde... Tenminste, je ging toen na het ziekenhuis niet in Leeuwarden. Want daar, daar, daar ben je niet opgegroeid, als het goed is. Uh, heb je me verteld. Kan je me een beetje vertellen over de, 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 de eerste levensjaren van, uh, van Tjadrik in, uh, in Friesland? Ja, nou ja, voordat ik eruit kwam, mijn ouders meteen al uh, verdrietig gemaakt. Het was uh, tweede kerstdag 1994, ze weten het nog zo goed. Uh, ja, het ijzelde. En zij stonden daar avond van tevoren voor het raam en zeiden tegen elkaar: We oh, zijn echt blij dat we er niet uit hoeven. En dat moet je me niet twee keer zeggen. Dus uh, in de ijzel al glibberend naar het ziekenhuis uh, mogen gaan in Leeuwarden vanuit Gauthem. Yeah. Uh, en ja, Gauthem is een dorpje wat mensen alleen kennen omdat er een McDonald's is. Uh, lekker rustig, licht tegen Leeuwarden aan, dus je kunt er zo naartoe fietsen. Uh -huh. En daar uh, heb ik een uh, vrij makkelijke jeugd gehad. Gewoon uh, lekker rustig dorpsleven. Geen Fries geleerd, maar wel Nederlands. Okay. Uh, en ja, gewoon daar de basisschool gehad. Uh, vriendjes, uh, daar natuurlijk ook altijd om te voetballen, want alle ruimte die was er wel. En je zegt, uh, 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 dat hadden ze niet verwacht. Dus was het, het was niet helemaal zo gepland, begrijp ik, dat je twee jaar's was Ze wisten wel dat er aan zat te komen, maar niet die avond precies. En uh, de verloskundige waar ze bij zaten, die was ook met vakantie. Oh, nee. uh, dus mijn vader, die werd slaapdronken wakker van mijn moeder die in één keer de tas aan het inpakken was, die zei: Wat doe je, waarom is het licht aan? Ja, hij komt. Zei, hij kan niet. Nee, kan de verloskundige niet. is met vakantie. <laughs> Ja, dat ja, dat was, was op dat moment de reactie. Uh, en ja, uiteindelijk werd hij dan toch wel wakker. dacht hij: Oei, dan moeten we inderdaad maar uh, naar het ziekenhuis gaan. Ja. Uh, dus ja, dat was uh, in één keer een kerstkindje erbij. Ja, ik denk maar... dat we het uh, liever een paar dagen later hadden. Ja, precies. Want ik moet dan ook voor me zien dat eventuele geplande activiteiten voor tweede kerstdag, die zijn last minute dus nog afgeblazen. Of uh, ja, stond daar nou, ja, niks op de planning? Ik denk dat als je zo hoogzwanger bent, dat er niet al te veel op de planning staat. Nee, en als het ijzelt, uh, hoop je dat je ouders uh, natuurlijk dan ook niet uh, in de auto springen. Ja. Uh, dus het, het zou vast wel een hele rustige Kerst uh, zijn geweest. Uh, maar ja, een beetje chaos trappen zit er ook alweer in. Ja, precies. Hoe, uh, hoe is dat? Uit? Dan gaan we gewoon even. Maar soms gaan we gewoon even lekker heen en weer op de tijdlijn. Mm -hmm. uh, nu je dat zeg maar weet dat je een kerstkind bent. Uh, hoe, hoe is dat zeg maar? Het lijkt me altijd heel dubbel om rond de feestdagen zeg maar jarig te zijn. Want het is al feest eigenlijk. En dan. Ja, kom jij nog even tegenaan bemoeien je van, maar ik ben ook jarig, uh, vergeet dat niet. Ja, maar het is eigenlijk heel makkelijk, hè. Want kijk, als Nederlanders, vroeger was kerst nog niet helemaal zo hip. Als je geloven was, mm -hmm. kerst natuurlijk wel een dingetje. Ja. Uh, maar echt Christmas, zoals in Amerika, vieren wij niet. Uh, dus wij hadden gewoon Sinterklaas. daar werden al zoveel cadeautjes gegeven. Als je dan later in de maand nog meer cadeautjes moet hebben, dan uh, kunnen je ouders drie hypotheken opnemen. Uh, maar je hebt heel vaak dat je toch met kerstavond of eerste kerstdag met je gezin bent. En daarna ga je toch wel vaak iets families doen. Yeah. Dan konden ze allemaal cadeautjes bij deze jongen brengen. Dus dat was <laughs> uh, in dat opzicht ook best wel praktisch dat de familie uh, bij elkaar kon komen. Uh, ja, in de loop der tijd gaat het natuurlijk steeds minder worden. Want uh, ooms en tantes krijgen kinderen. Die hebben dan weer aanhang. Die moeten dan ook weer bij de schoonfamilie langs en dat soort dingen. Yeah. Uh, maar in die tijd was het gewoon uh, voor ons heel normaal. Dat je eerst kerstdag ging we dan lekker uh, als gezin smikkelen. En tweede kerstdag kregen we de hele familie over de vloer. Ja, nou gezellig. Uh, je fietste er even tussendoor, uh, geloof heeft natuurlijk invloed op hoe je wel of niet kerst uh, viert, daaruit uh, haal ik een beetje dat je niet gelovig opgevoed bent dus? Nee, nee, mijn ouders uh, verder ook niet. Uh, nee, er was wel een kerk in het dorp, maar daar uh, hoefde ik alleen maar langs als ik naar de basisschool uh, liep of fietste, uh, maar verder er nooit wat uh, mee te maken gehad. Nee, precies. Oké, okay. was je eigenlijk enigskind? Nee, ik heb nog een oudere zus. Of ben je uh, enigskind? Sorry, was je? Ik vind het <laughs> heel cru. Nee, hè? die is uh, yeah. twee jaar ouder of zo. Ik weet nooit precies. Ik ben echt heel slecht met geboortedata en leeftijden. Daar moet je echt niet aan beginnen met mij. Uh, dus die is uh, ouder dan ik. Ja. Yeah. Uh, dus ja, die uh, woont nu in Utrecht en ik woon nu in Kampen. Dus uh, we zitten semi-dicht bij elkaar. Ja. Yeah. En hoe, hoe, hoe was dat? Om met een. Uh, nou ja, twee jaar is natuurlijk niet heel veel verschil. Ik kan me voorstellen dat je altijd wel. Je blijft steeds, weet je, je is een beetje samen puberen, een beetje samen opgroeien. Dus niet een heel groot verschil. Maar hoe, hoe was dat om een oudere zus te hebben? Was dat nog. Uh, was dat oorlog? Of was dat juist uh, samen optrekken? Of... Ja, het was niet echt heel veel samen optrekken. Het was ook niet heel veel oorlog. Je hebt altijd als je broertje, zusje, relatie je hebt. Dus altijd wel iets aan frictie. En uh, kleine ruzietjes die erbij komen. Een beetje plagen. Uh, maar bij ons was het nou niet echt dat je maximaal drama aan het trappen was. Dus dat uh, ging altijd wel goed. We hadden beiden ook andere hobby's. Dus je zat elkaar ook niet snel in het vaarwater. Ja. Uh, nee, verder. Ja, je woonde in hetzelfde huis. Je ging met uh, familie gezellig uh, ergens wandelen. Of zoals mijn ouders heel leuk vinden. Naar musea of kastelen. Vooral de kastelen waar elke keer een boekje moest worden gekocht. <laughs> uh, nee, maar we hebben uh, elkaar heel makkelijk kunnen laten leven gelukkig. Oké, okay, oké. Okay. Dus je hebt niet nu iets dat je nog iets kan herinneren? We hebben in vorige afleveringen wel eens mensen gehad die dan uh, sloten elkaar op. of uh, pakten elkaar spullen af of zo. Weet je wel, dat soort ah, dingen? Ik weet wel dat mijn zus een keer heeft uh, toegegeven: dat ze wakker werd en in één keer bedacht waarom haar kussen aan de andere kant van uh, de kamer lag. En dat was omdat ze s'nachts droomde dat ze een baksteen naar mijn hoofd gooide. Oké. Okay. Ja, nou ja, dat soort dingen gebeuren. Ja, nee, uh, gelukkig heb ik het overleefd. Ja. Uh, nee, maar verder uh, niet echt heel veel ruzie gehad. Het voordeel, denk ik, waarom we zo weinig ruzie hebben gehad, is omdat zij ook totaal niet tegen K3 kon. En okay. ja, dat is natuurlijk in die leeftijd snel wel een frictiepunt. Als er constant K3 gedraaid moet worden, dan gaat dat nog wel eens fout. Ja. Yeah. Uh, maar destijds hadden we nog wel een beetje dezelfde muziek smaak. Kochten we samen dan uh, CD's van de Black Eyed Peas en zo. Uh, vet uh, cool waren we dan. Maar dan moesten we die wel delen. Dat was dan soms wel een beetje ja. uh, <laughs> onbehandelen. Ironisch dat zoiets uh, 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 liefdevols en, en vrolijks als K3 dan voor vindt zorgt, Dat vind ik dan wel <laughs> ja, dat is, maar dat is bij heel veel. Hè? Dat, <laughs> jongetjes, zijn stoer, we geen K3 horen. En meisjes dan natuurlijk dan wel ze een beetje stereotypen van destijds. Ja. En K3 was toen natuurlijk helemaal de shit. Ja, precies. Was dat? Ja, dit, dit is natuurlijk weer. Kijk, dit is natuurlijk helemaal niet woke wat ik nu ga zeggen en zo, en dan word ik weer helemaal gecanceld en zo. Hashtag cancel het spreekuur. Maar was je, was je ook niet heel jongensachtig? Was je van in de modder rollen, bomen klimmen, voetballen of robots? Of, of, of viel dat ook allemaal wel mee? Voetballen sowieso niet alleen op het trapveldje met vriendjes. Mm -hmm. uh, bomen klimmen deed ik wel. Want we hadden bij ons in de straat dan een, ja, echt een bosje kun je niet noemen, maar er waren gewoon een paar bomen waar we in konden klimmen. En yeah. uh, Modderrollen was ik ook niet heel extreem van. Ik ben niet de meest mannelijke man. Ik heb ook niet de ziekste spieren. Uh, ik speel golf. <lacht> <lacht> dan heb je de mannelijkheid ook al wel weer meteen uh, uit het raam gegooid. Uh, nee, ja, het was gewoon uh, normaal jongensleven, voetballen met de vriendjes. En uh, voor de rest uh, ja, een beetje op avontuur door het dorp. Yeah. Als je de ruimte hebt, dan uh, kan dat ook wel. Ja, want we hebben het ook vaak wel... Uh, met andere mensen heb ik het er ook over gehad... over het verschil tussen opgroeien in het dorp en in de stad. Uh, Dorps opgroeien is wel... Uh, is wel een vak apart, zeg maar, volgens mij. Dat is wel... Uh, uh, toch? Dat, dat is toch wel een bepaalde... Een hele professie. Ja, toch? Nee, maar dat is wel een bepaalde sfeer... een bepaalde setting en... en... Uh, tenminste, zo heb ik het ervaren de tijd dat ik in een dorp heb gewoond. Hè? Ik, moest, ik kwam uit de stad en ik moest persoonlijk heel erg wennen aan het feit dat ik... Ik kon zomaar even bij, bij mensen langs of zo. Of vriendjes gewoon aanbellen en vragen van... Hé, hey, uh, kan ik mee eten of zo, weet je wel? Of ik hoef niet eens te vragen. En het kon maar gewoon. En buiten spelen. En had jij dat ook heel erg, dat dorpsopgroeien wel een ding ja. is geweest? Of? Ja, dat is... Daar heel rustig als ik dan ook altijd. Kijk, sowieso in Friesland zijn mensen heel makkelijk en heel gasvrij, Frisian hospitality. Uh, en ik merk heel erg dat er een hele andere mentaliteit is in het dorp. En dan naar Leeuwarden toe ietsje meer egocentrisch. En als je dan naar de Randstad gaat, dan word ik echt helemaal gek. Daar laten mensen je niet eens meer voor als je voorrang hebt. Ja. Uh, in ieder geval, dat is wat ik altijd merk. Uh, maar ja, het was. Gewoon, je ging inderdaad buiten spelen. Je kon altijd bij iedereen langs. Uh, en anders belde je even. En dan uh, kon het ook wel geregeld worden. Uh, en je, je had heel veel vrijheid. Mijn ouders waren ook heel makkelijk in zelfstandigheid creëren. Wij hadden heel vroeg een huissleutel. Dus wij konden altijd. Ja gegaan uh, en staan waar we wouden, moesten we altijd een briefje achterlaten, waar we dan waren en hoe laat we dan weer terug zouden zijn daar waren ja. dan wel natuurlijk de afspraken over en een horloge erbij, zodat je de tijd ook niet geld. Ja, 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 ja. uh, maar over het algemeen nee, dat en, was, uh, even, het dorpse leven was wel makkelijk even, even eerlijk, hoe vaak, ben je, hoe vaak werden de ouders gebeld van het vriendje waar je was van, uh, volgens mij had hij alweer thuis moeten zijn nee, ik, ik, ben een, ik ben een hele brave jongen altijd <laughs> uh, geweest, nee. en heel punctueel uh, dus ik was altijd wel uh, precies op tijd uh, thuis. Of het nou op de menu precies was of niet, dat uh, spande er soms even op. Yeah. Uh, <laughs> maar ik was altijd wel uh, daar heel braaf in. Oké. Okay. Ja, ja, brave boy. Ja, hey, als we het toch hebben over uh, spelen bij andere kinderen en, en, en vrienden en zo. Um, um, had, je, had je een soort van go-to-vriend of vriendin waar je altijd bij terecht kon? Ja, mijn boy Rutger natuurlijk. Nee, dat is uh, van uh, heel vroeg af aan uh, klinkte dat goed. Uh, mijn ouders waren pertinent tegen agressieve en gewelddadige spelletjes. Kijk waar we nu zijn gekomen. Uh, maar uh, bij Rutger uh, kon het game allemaal veel makkelijker. Had een Xbox, had een computer waarop je spelletjes kon spelen. En sowieso was het altijd gezellig. Uh, dus ik. Uh... We was daar als een kind aan huis, letterlijk. Ja. En uh, we speelden nou, heel veel. Ja, toen heette het spelen, als je dat nu zegt als volwassen mensen, klinkt dat een beetje vreemd. Maar ja. als kinderen speel je nog met elkaar. Mm. Uh, dus ik was daar heel vaak. En hij was ook wel eens bij mij als het dan mooi weer was. Dan moesten we toch al buiten spelen, dus dat maakte niet heel veel uit. Ja. Uh, dus daar was ik uh, toch wel een paar dagen per week. En dan op de Xbox uh, schietspelletjes spelen. Uh, James Bond en uh, uiteindelijk ook Halo en dat soort dingen. Dat is toch wel uh, een beetje het avontuur. En dat voelde het toch ook wel weer spannend, want thuis mocht je dat dan weer niet. Nee, precies. Maar dat, dat vertelde je dan ook niet, neem ik aan. Want anders dan mocht je daar niet meer heen. Of... Ja, ze wisten het wel. Dat maakte uh, ze dan uh... eigenlijk niet meer uit. Maar ik moest er thuis dan niet gaan spelen. Oh, ja. Dus dat is een, be een beetje zo'n gek gedoogconstructie. constructie. Ja. Hoe, hoe waren je ouders überhaupt tegenover gamen? Dus binnenzitten ten opzichte van buitenspelen. Dat is natuurlijk de eeuwige discussie, denk ik... Uh... Bij je ja, van veel, kinderen? veel liever uh, buiten spelen, logischerwijs, want uh, destijds was game al helemaal uh, not done. Mm -hmm. Er we wel een computer waar we wel wat spelletjes op uh, konden spelen, ik had het uiteindelijk, uiteindelijk ook een Game Boy Advance, nou, ja, dat was ook wel heel hip. Uh, maar ja, liever natuurlijk buiten spelen, een beetje spelletjes spelen mocht, maar ook weer niet te lang, want dan kreeg je vierkante ogen, dat is destijds... Ja, ja. Uh, Zeer wetenschappelijk bewezen. Dat het, uh, Hoe gaan wij dat uh, ooit later nog vertellen aan onze kinderen, zeg maar, dat dat een ding was. Dat op een gegeven moment gaat dat verwateren, toch? Dat, dat... Die lachen ons uit op uh, driejarige leeftijd al dat ja, uh, je zulke domme dingen zegt. Ja. nee ja, ja we hadden, Natuurlijk, ook omdat we in het dorp woonden, heel veel ruimte om buiten te spelen. Dus dat was ook heel makkelijk om te zeggen: hey, ga gewoon naar buiten. En als het een beetje weer was, dan kon het wel, maar als het minder weer is was het ook helemaal niet gek om binnen te blijven. Want ja, in de regio, je kinderen naar buiten duwen was ook wel weer een beetje cru. Ja, inderdaad. Hey, en uh, uh, nou ja, dan de eerste paar jaren uh, hebben we gehad, zeg maar. Um, dan op een gegeven moment uh, ja, ga je toch naar school en, uh, en uh, komen er wat dingen, wat dingen bij kijken. Um, kun je ons een beetje meenemen in, in, in een basisschool, uh, middelbare school, wat je daar nog van weet? Uh, misschien dingen die je zijn bijgebleven van die tijd? Ja, mijn brein is sowieso heel slecht met dingen herinneren, vooral op de lange termijn. Dus dat uh, is altijd een avontuur. Nou, dit was de ik eerste mee... aflevering van de precies. <laughs> nee, de basisschool uh, was gewoon in Gautum. Was, uh, eerst woonden we in het deel, het heette Oud Gautum, in een uh, straat. En daar was het uh, nou ja, vijf minuutjes lopen. Dus dan liep ik altijd er gewoon naartoe. Prima, na een tijdje een bruggetje over... 20 Meter lopen was ik in de nieuwe straat in Nieuwgoud, waar we uiteindelijk zijn gewoond. Dan ging ik wel op de fiets en soms ook nog lopen, want het was wel echt een heel stuk verder. Mm -hmm. uh, nee, baas gewoon prima. Ging goed. Uh, altijd gezellig, nooit drama. Uh, was ook ja, gewoon allemaal uh, heel rustig en uh, iedereen was zo vrij en wat om uh, te doen. En te laten was ik konden. Alle ouders waren ook vrij relaxed in dat opzicht. Dus daar ook nooit uh, gejankt mee gehad, gelukkig. Mm -hmm. Uh, en toen uiteindelijk naar de middelbare school. Dat is natuurlijk een hele stap. Uh, en mijn zus, die ging naar het stedelijk gymnasium. En ja, dan heb je toch een beetje die competitiedrang dat je daar ook niet onder wil gaan. Dus ik dacht, nou, dat ga ik ook doen. Ik had op zich op mijn CITO-toets had je destijds volgens mm -hmm. mij ook genoeg gescoord dat ze zei van ja, ga gewoon naar het gymnasium. dacht, nou, dan doen we dat toch. Yeah. En toen was de keuze snel gemaakt. Het eerste jaar vet goed, ging heel goed. Toen was ik echt een hele goede student. Het tweede jaar ging het alweer een stukje minder. Derde jaar werd het wel een beetje lastig om over te gaan, maar het was nog wel net gelukt. Vierde jaar weten we nog altijd niet hoe ik ben overgegaan, maar het is ook nog wel gelukt. En toen kwam ik op het vijfde jaar. En nou, dat was een, een en al drama. Uh, het werd dus steeds een stapje slechter, steeds ja. een stapje moeilijker. En ik wist uiteindelijk dat ik zou blijven zitten. Dus ging ik ook allemaal andere leuke dingen van extra programma's die er waren uh, doen. Want ja, als je toch al blijft zitten, maakt het toch niet meer uit. En we waren al in gesprek om af te stromen naar de haven. Want ik had voor mezelf al bedacht: ik wil toch geen universiteit doen. Dat is voor mij veel te theoretisch. Net iets praktischer te werk gaan. Dus dan kun je beter naar de haven gaan dan naar Atheneum. of in ieder geval VWO afproberen te maken. naar twee jaar voor zoeken. Terwijl je toch uiteindelijk met één jaartje ook al verder kan. Ja, je zegt toen ik al wist dat het toch niet meer ging lukken. nog wat extra dingetjes, leuke dingen, programma's en dingen gaan doen. Wat heb je dan gedaan bijvoorbeeld? Uh, er was toen het uh, Noord-Nederlands Filmfestival. En dan uh, was er uh, vanuit de scholen, van alle middelbare scholen, vanuit Leeuwarden was er een bepaald programma dat je mee kon doen. Dat heette dan Snapshoots. Ik hoop dat het nergens meer te vinden is, want dat was waarschijnlijk echt heel cringe. Dan moesten dus middelbare school uh, Die mochten een, uh, ja, een beetje. ...filmsjournaal opnemen mm -hmm. en daar was ik dan ook onderdeel van en ik hoop echt oprecht dat het niet meer uh, te vinden is. Je bent, er is wel weer sneaky sneak Dit heb jij mij nu ja, in het voorgesprek het... niet verteld. Want anders nee, ik maar je zei ik, ook, ja. je, je wil niet alles weten, nee, dus dan ga ik ook bepaalde ja, dingen dat, bewaren. Dat is waar. Uh, dat is waar. Uh, en het is heel toevallig dat het dan later ook, uh, ik toch wat presentatie technisch ben gaan doen, terwijl ik toen het echt heel ongemakkelijk vond om voor de camera te spreken. Ja? En je zegt, oh, daar ben je vet goed in, maar ik vond het echt heel vreselijk, veel te nerveus ervoor en uh, destijds hebben we volgens mij ook nog voordat hij echt beroemd werd Arjan Lubach uh, mogen interviewen, maar toen zat, zat ik achter de camera niet uh, met de microfoon okay. dus daar ja, had mijn doorbraak ja. kunnen zijn ja, maar, maar je zegt nu zelf oké, okay, toen vond je het helemaal niks en inderdaad fast forward, uh, nou ja nu verdien je geld ermee maar wat was dan kan je je nog herinneren, waar zat dat ongemakkelijke dan in, vond je het eng dat mensen dan naar je keken of wat, 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 wat was er dan waarom wacht ja, je de... er niet ik denk dat ik nog een beetje bang was om uit mijn woorden te komen op uh, veel momenten. Het is natuurlijk lastig om uh, ja, ja, altijd goed uit te kunnen spreken, de woorden te vinden. En ja, tegenwoordig gaat dat wel weer vanzelf, want ik doe het gewoon heel veel. Mm -hmm. uh, maar ik denk dat ik dat op de basisschool, op de middelbare school gewoon een beetje rustig meeging, nooit echt uh, voor een grote groep moest staan. Dus dan leer je het ook niet zo. En dan ga je heel snel in één keer moeten presenteren. Dan denk je: ineens, oh, wacht even, dit uh, wordt dan in keer wel een hele klap. Ja. Uh, dus ik denk dat daar nog een beetje gewoon, ja, de nervositeit was om voor mensen te spreken. nog wel een beetje voor het leven. Was, was, was jij, zeg maar, dat kind in projectgroepjes die zei: nee, nee, ik hoef niet hoor, ik hoef niet te presenteren, gaan jullie maar, uh, gaan jullie maar voor de klas, zeg maar? Ik, uh... Ja, des, destijds wel een beetje. Ja. Ja, dat is wel in mijn middelbaar, of in mijn... Vervolgopleidingen wel een beetje omgeslagen. Ik denk dat uh, als je ook vaak genoeg uh, hoort van mensen: Oh, je hebt wel een fijne stem om naar te luisteren, dat dat ook wel weer een beetje helpt. Mm -hmm. uh, en ja, daar heb ik ook heel veel meer prestaties moeten geven. Want dat hoort uiteindelijk dan ook uh, een beetje bij de opleidingen die je dan volgt. Dus dan ja. gaat het ook wel snel. En zat dat, uh, voor zover je je nog kan herinneren, dan uh, gedurende de middelbare schoolperiode, uh, stroomde dat ook een beetje door in je karakter? Dus, dus was je ook, zeg maar. Uh, Zat je achterin, of, of tijdens de pauzes alleen, of wat, hoe, hoe... Ja, wat voor karakter? Niet, niet nee, ja, dat zou kunnen toch? Ik weet niet. Wat ja. voor karakter pas zit er bij de, zat er bij de wat is het? 13-, 14-jarige toldersma, 15, die leeftijd toch? Ja. Denk ik? Toen was ze al een beetje een bromstem, maar toen was ik niet helemaal volgroeid. Dus dat is heel vreemd om een uh, kleine bromde jongen te zien. <laughs> nee, uh, maar ja, nee, ik was gewoon stil. Ik zat ook een beetje met. Uh... Ja, ik zal niet zeggen de emo kids, maar wel de mensen die naar metal luisteren, want ik ben zelf ook wel een metalhead. Mm -hmm. uh, dus ja, dat is gewoon een beetje een groepje, niet een van de popiopie uh, mensen. Dus dan ben je ook iets minder uitgesproken en luid in de klas. Dus dat betaalt okay. dan ook wel een beetje naar het rustig uh, toch wel in een hoekje zitten met je eigen vrienden. En dan uh, verder ook niet te veel hijs maken. Oké. Okay. In koppertje hierbij, natuurlijk, is de vraag: Was je zelf dan ook een beetje alternatief gekleed in die tijd? Of dat alweer niet? Nee, nee mensen geloven ook nooit dat ik metal luisterde. Want ik had <laughs> niet echt van die gekke zwarte kleding. Dat telt hey, ik, niet. Had al, nee, maar ik had wel mensen om me heen. Er was één jongen, uh, Saïd. Dat was echt een, een hele leuke gast. Die had, uh, als er een schoolfoto was gemaakt, de volgende nee. dag echt het meest extreem andere kapsel ooit. Had die, de ene dag had hij blauwe dreadlocks schoolfoto gemaakt volgende dag aan kan. Dat ik dan, wow. Maar waar kan dat dan in één keer vandaan? <laughs> maar gewoon. Hij dacht, als als, hij als wel het opgezet het nu... heeft. Zo. <laughs> ja, dus ik dacht even hoe kan dit? Maar hij wist het toch altijd voor elkaar te krijgen. Hij Had gewoon gepland als dan de schoolfoto wordt genomen, heb ik de volgende dag een hele andere coup. Ja. Vond ik toch wel. Ja. Uh, Creatief, maar dan ook van die hele lijpe zwarte laarzen. met dan van die gekke kettingen. Ja, dat is voor mij toch wel een beetje te heftig. Ja, oké. Okay. En uh, dan misschien nog wel een van de belangrijkste momenten tijdens je middelbare schooltijd. De, de schoolfeestjes of de so's of zo. Volgens mij heette mm -hmm. het, denk ik, toen de tijd. Wat voor, wat voor type feestganger was jij dan op de middelbare school? Want daar had je ook heel duidelijk groepjes, toch? Uh, mensen die helemaal losgingen, mensen die aan de kant stonden, mensen die niet kwamen. Nou, het eerste jaar ben ik nog wel naar van die feestjes gegaan. Uh, toen kwam ik er heel snel achter dat er echt niks voor mij was. <laughs> dus toen ben ik ook gewoon niet meer gegaan. Want alleen bij onze school hadden we de grote vijf. Dat was dan wel echt een hele happening. Dan ging iedereen in uh, kostuum uh, naar de of gewoon een mooi pak uh, naar uh, de Harmonie. Dat was onze theater in Leeuwarden. Okay. En daar hadden dan studenten die uh, of scholieren. Uh, die regelde echt alles. Dus het is een hele show, heel optreden, muziek, uh, drama, alles erop en eraan. Dus dat was altijd wel uh, een hele happening. En dat was ook heel mooi. Wet voor de kerstvakantie ging dan de voorzitter en de hoofdorganisator. die liep dan naar de directeur toe. Die zei: Ik wil graag de sleutel van de school. En ik kreeg altijd gewoon de sleutel van de school. Twee weken lang was het gewoon alleen maar van de studenten. Dus je kon er oh. gewoon in de. Kerstvakantie langs fietsen en je hoorde constant geluid. Dat was altijd levendigheid. Maar er was geen docent of medewerker van de school te vinden. Er waren alleen maar studenten die dan ook zorgden dat... Uh, op de laatste dag dat ze er waren... echt alles weer spik en span werd opgeleverd. Uh, dus dat vond ik ook wel een beetje toonaangeven voor onze school. We waren daar heel zelfstandig eigenlijk al. Mm. En kregen ook alle ruimte om uh, dat soort dingen te organiseren. Zolang je maar inderdaad ook een beetje netjes het allemaal achterliet. Oké, okay, cool. Um, je gaf zelf al aan dat, dat nou, naarmate het moeilijker werd op school, dat het je minder goed afging. Uh, was dat puur omdat het moeilijker werd of, of, of zat er ook een stukje motivatie in? Dat je... Of waren er andere dingen interessanter dan school? Dat kan natuurlijk ook nog. Ja, games waren toch altijd wel interessant, daar moeten we natuurlijk wel uh, eerlijk ja. over uh, <laughs> blijven. Ja, destijds uh, was natuurlijk RuneScape echt... Ook een ding. Dus daar heb ik ook wel misschien iets te veel uurtjes in gespendeerd. Maar mm. ja, het is uiteindelijk, gaan sommige dingen op school dan gingen voor mij wat te snel. En dan kon ik het uiteindelijk niet bijbenen. Het ja. is heel lastig om dat vooral op die leeftijd ook aan te geven. Uh, en gelukkig was er voor mij dan de mogelijkheid om meteen naar HV5 in te stromen en het daar dan af te maken. Maar ik had dan gelukkig nog wel genoeg geleerd op het gymnasium dat ik eigenlijk op HV5 met twee vingers in de neus er doorheen kon. Uh, dus dat was op zich wel fijn en ik had Engels bijvoorbeeld heel goed afgerond, dus ik heb uiteindelijk Engels les gegeven op de AVO, omdat de docent dan lekker kon nakijken, die vond het wel prima. Want ik had toen mijn C2 niveau gehaald mm -hmm. en ik kwam daar in die les in de eerste les en ik zei ja sorry, ik heb dit net gehaald en niet tegen u bedoeld, maar deze les interesseert me niet, want ik weet het in principe allemaal al. Ja. En toen zei ze nou dan ga je toch lesgeven toen dacht ik maak je een grapje en zei ze nee het is geen grap. Nee, ja. oké okay, dan gaan we dat doen. ja prima. <laughs> dan had ik tenminste ook wat nuttigs uh, aan mijn dag. dus ik denk dat dat ook wel een beetje heeft geholpen met uh, een beetje het vertrouwen van uh, voor mensen staan. al is dat in het begin dan natuurlijk wel doodeng als allemaal leeftijdsgenoten aan je zitten staan van wat ga jij nou ons ja. vertellen? ja precies dat lijkt me ook heel gek. en hoe, uh, hoe kwam je weg met gamen en RuneScape spelen dan terwijl je cijfers uh, een uh, flinke lijn naar beneden waren? ja dat is altijd een beetje dilemma. Hè. Op die leeftijd ben je heel goed in dat soort dingen ook wel een beetje verstoppen. Stiekem. Uh, en ik leerde wel, maar het lukte gewoon niet. Het bleef heel vaak ook gewoon niet hangen. Uh, dus ja, dan na een tijdje gebruik je dat ook een beetje als escapisme. Mm -hmm. uh, om dat gewoon een beetje uh, ja, toch van die slechte cijfers een beetje weg te zetten. En ja, na een tijdje zit je, zat ik daarin toch ook wel een beetje een negatieve spiraal. Uh, Bleef steeds fout gaan. Ook al leerde ik dan heel hard. En dan kreeg je weer een negatief cijfer terug. Dan denk ik, ja. Ben ik nou zo dom? Zijn ja. dingen nou zo moeilijk? Of gaat het ergens anders fout? Ja. Uh, dus ja, dan zoek je ook toch ergens voor jezelf mentaal een andere uitweg. Ja, precies. Maar je had op dat moment dus al wel, wel een eigen computer waarop je dat kon doen. Ja, wel echt een prachtig ding. Als ik een escape in HD zet, dan crash je die. <laughs> dat was wel echt. Nou, nice. ik, oh, oké, okay, dan ga dat nooit meer doen. En hoe heb je die kunnen betalen? Dan had je bijbaantjes of zakgeld? Of... Nee, dat, uh, ik had bij ons op uh, de middelbare school had je al wel heel veel digitale producten die je moest opleveren. We hadden KCFV, klassieke culturele en filosofische vorming. En dan moest je eigenlijk al gewoon hele projecten uitschrijven met een uh, groepje. Mm -hmm. uh, dus ja, daarvoor had je gewoon een computer nodig. Dus dan had ik een uh, computer uh, van mijn vader gekregen om op te werken. Nou, het was dus niet het meest geweldige ding, uh, overduidelijk. Uh, maar ja, het was genoeg om op te typen en RuneScape en op, op te spelen. Ja, precies. Ja, ja. Nou, ik, ik heb het zelf nooit gespeeld, maar ik heb van horen zeggen dat je RuneScape gewoon aan kan zetten en dan iets anders kan gaan doen. Dus dat was dan wel een ideale game, denk ik. Ja, precies. Ja. Dus dat hiel, hielp wel in uh, zekere zin. Ja, hey, en daarna, want, uh, Nou, Havo met gemak afgerond. dus. Uh, je wist al dat je niet naar de universiteit wilde. Wat wilde je dan wel gaan doen? Uh, nou ja, Uiteindelijk ben ik hotelschool gaan doen. Vond ik hartstikke leuk. Toch wel weer die Friese hospitality die er uh, bij komt. Mm -hmm. uh, ik vond het toch wel leuk om mensen te entertainen. En hoe kun je mensen blijer maken dan met lekker eten of gewoon even een leuk gesprek. En dat hoort bij de horeca er natuurlijk uh, ook wel bij. Yeah. En daarnaast was het gewoon een hele brede opleiding. Het was eigenlijk gewoon een algemene managementopleiding, zoals heel veel hbo-studies uh, verkapt, toch ook wel zijn. Mm -hmm. uh, dus ik dacht, nou ga ik dat doen. Het eerste jaar ging op zich wel goed. Ik had alleen bepaalde dingen net niet helemaal gehaald. Uh, en dus mijn BSA eigenlijk net niet gehaald. Maar de examencommissie die me toch doorgaan. Uh, dus dan zit je al een beetje op de schopstoel. Uh, toen kreeg ik fiverr. Dus dan ging het in één keer een stuk minder. Lekker geelzucht er ook bij. Ik werd namelijk op de dag wakker. Toen uh, was ik een beetje geel. Mijn moeder keek me moeilijk aan: van waarom zie je er zo geel uit? En toen kreeg ik heel erg Nou, naar de dokter. En uh, die zei, ja, volgens mij ja, moeten we even bloed gaan testen. Ik denk dat je ziekte van 5 hebt. Nou, dat was uh, zo lekker uh, lui op de bank gelegen voor een uh, tijd. En een <laughs> tijdje word je dan ook klaar mee. Dus ben ik ben gewoon weer naar school gegaan. Alleen ja. Uh, ja, toen zat het uh, qua brein nog niet helemaal uh, goed had ik wel bepaalde punten gehaald, maar ik had mijn eerste jaar net niet uh, goed kunnen afronden. Dus ja, met gebrek aan BSA en het eerste jaar niet afgerond, ben ik er uiteindelijk afgetrapt. En het was. Uh -huh. Zo'n grote opleiding, zo'n grote school in dat opzicht. dat ik uh, ook maar een nummertje was. Dus dan uh, wordt het ook heel moeilijk om daar nog wat aan te veranderen. Yeah. Want volgens mij kwamen er elk jaar 600 studenten bij. waarvan uh, er ook heel veel internationale. waar ze goed aan verdienden. Yeah. Dus dat vonden ze allemaal wel beter dan mensen. die potentieel studievertraging opliepen. Yeah. Uh, en toen vond ik het financiële deel leuk van de opleiding. Toen dus dacht ik: weet je wat, ik ga bedrijfseconomie doen. Mijn neef deed het, hartstikke interessant. maar echt oprecht de slechtste docenten van mijn leven meegemaakt. Er was een docent die ging dingen uitleggen. En dan keek je mee in het boek. En toen dacht je, maar dit klopt niet. Ja. Dit klopt gewoon niet, wat hij nu zegt. En dan, maar meneer, in het boek staat dit en dit. En economie, niet altijd even interpretabel. Uh, dus, en dan zei hij, nee, nee, het is gewoon zoals ik het zeg. En dan ging je het uitleggen. En na de uitleg ging je dan zelf in het boek kijken. En dan zag je gewoon de realisatie van, oh. En dan ging je nog een keer uitleggen. En dan wel goed. Maar ja, dan was je alweer zo in de war, was je... Gewoon de hele les kwijt aan eerst dingen verkeerd leren, dan goed leren. Maar je brein zegt dan, maar is het dan niet zo? En nou, dat was allemaal dat soort rommel. Dus toen zei ik ook tegen mezelf, tegen mijn ouders van dit kan ik echt vier jaar niet volhouden als dit een niveau gaat uh, blijven. Ja. Uh, ik werd gewoon helemaal gek. En toen dacht ik, ik ga gewoon iets compleet anders doen. Ik heb horeca financieel gedaan. Uh, ik ga nu omdat ik ook al fanatiek aan het gamen was, iets meer richting de IT, want, hè, mm -hmm. welke IT-game dan niet. Ja. Uh, dus ik ging business IT management doen. Uh, was in een keer een hele kleine opleiding, waren volgens mij in dat eerste jaar waar ik toen terecht kwam een stuk of 40, 45 uh, studenten nog. Uh, dus dat was in één keer, was je geen nummer, maar elke docent die kende je gewoon bij naam en uh, sprak je overal aan, kon je hele gesprek, kon ze altijd bellen zelfs. Mm -hmm. Dus dat is een hele vreemde omgeving als je vanuit een massale 600 studenten per jaar opleiding komt naar in één keer van: hé, hey, meneer, die en die, oh, hoi Tjadrik, in plaats van uh, studentennummer dit, dit, dit. Uh, dat was hartstikke leuk, heel interessant. Uh, nog leuke vrienden aan de overgehouden. Uh, maar ja, toen was ik. Dus eigenlijk al in mijn vierde jaar studeren. Dus het eerste jaar wel gewoon vrij goed gedaan, ook net niet uh, gehaald, dus wel een beetje krediet waar ik in bleef zitten. Uh, in het tweede jaar, toen begon het wel weer moeilijk te worden en begon ik met e-sports ook wel geld te verdienen. Dus ik was eigenlijk te veel afgeleid door dingen die op dat moment echt heel leuk waren. Want ja, daar lag gewoon een enorme passie van mij. Dat was hartstikke uh -huh. interessant. Uh, en ja, als je dan al zo lang bezig bent met school en het is tot dat moment eigenlijk nooit succesvol geweest nog nooit propedeus gehaald, terwijl je al uh, vier, vijf jaar bezig bent, yeah. dan begin je toch ook in je hoofd wel een beetje te denken, oh, maar wat wil ik nou? En toen kreeg ik uiteindelijk een contract van uh, ISL in Duitsland, dat ik vanuit thuis uit zoveel uur moest casten en daar kon ik gewoon al van leven. En ja, yeah. toen uiteindelijk ging school dus niet zo goed, <laughs> heb ik dat uiteindelijk niet gehaald. Natuurlijk, dan net wat te veel tijd gespendeerd. als je vanuit het schoolperspectief kijkt. aan de mm -hmm. verkeerde dingen. Yeah. Uh, maar ja, uiteindelijk daar wel een hele mooie carrière aan overgehouden. En mm -hmm. het was voor mij uiteindelijk ook. ik zag die kans wel. Mijn ouders waren er natuurlijk doodsbenauwd over. Yeah. Uh, dat ik daar toch ook wel mijn brood aan kon verdienen. En ja, na een tijdje moet je ook een keer gaan werken. en dat was uh, toen het moment dat ik. Uh, toch maar uh, voor het geld heb gekozen. Ja. Yeah. Want, uh, nou ja je, ja, je zegt het nu even heel makkelijk natuurlijk. En ik snap dat in jouw hoofd is het natuurlijk heel logisch allemaal. Van, nou, mm -hmm. toen uh, kwam ESL met een contract en uh, kon ik mijn geld ermee verdienen en kon ik daarvan leven. Maar voor heel veel mensen is dat misschien een hele grote sprong natuurlijk. Want het is niet ja. van de een op de andere dag dat ESL jou belt natuurlijk. Er zijn niet mensen die nu zitten te kijken, die denken, nou, misschien belt ESL mij morgen wel. Uh, ja, dus uh, iets meer, uh, hoe is dat tot Context. stand gekomen? Ja, hoe is dat tot stand gekomen zo? Ja, Ik ben in 2015 of 2016 een beetje begonnen met casten. Uh, eerst bij MCON begonnen als amateur speler. Heel snel achtergekomen dat ik echt niet zo goed was als ik dacht. Zoals elke speler mm -hmm. ooit wel een keer merkt. Uh, toen ben ik daar in management gerold. Toen uiteindelijk uh, in de bestuursfunctie van MCON gekomen. En toen hadden we te veel uh, uh, Hearthstone spelers. En toen gingen we een eigen toernooitje doen. Toen dacht ik, ja, het toernooitje is leuk, maar er moet ook een broadcast bij komen. Zijn we een beetje gaan babbelen. Uh, en ja, toen moest iemand zijn die een beetje leuk kon praten. Dus zei: mij er meer samen met Marcel. Breden mm -hmm. heet die in-game. En nou ja, dat vond ik wel leuk. Toen ooit eens een keer op een LAN-party uh, gekomen en daar uh, half dronken gevraagd of ik wou casten. Want er was een caster ziek. Nou ja, hè. als je half dronken bent, dan houden ze je niet meer tegen. Dus toen uh, dat maar gaan doen. En ja, zo is dat langzaam uitgebouwd, dat ik voor alles van Counter-Strike werd gevraagd. En toen zelf ook steeds dingen ben gaan zoeken. Mm -hmm. en uiteindelijk in contact gekomen met ISL. Uh, om sowieso alles in het Nederlands te doen. En zij hadden toen een partnership met Mixer. Het beste streamingplatform wat al niet meer bestaat. Uh, <laughs> en ja, daar zat toen behoorlijk wat geld achter. wat ze naar mij hebben doorgeschoven. Ja, en de, de, wat sprak jou in het begin, als je dat nog kan herinneren, zo aan, zeg maar? Want je, nou, je ging het dus eerst een keertje een beetje voor de lol doen. Uh, mm -hmm. Toen een keertje, nou een beetje een jolige, niet helemaal nuchtere bui. Dat je dacht van, nou ja, misschien, uh, uh, ja, nou, laat ik maar nog een keer doen. Maar er is op een gegeven moment ergens een klik gemaakt dat je dacht van, hé, hey, uh, dit, dit wil ik wel vaker doen. Ja, nou ja, kijk, uh, tijdens mijn studies... Begon ik sowieso al veel meer, heb ik ook voor grote groepen, grote zalen moeten presenteren. Omdat ik ook bij een studentenvereniging zat. Mm -hmm. uh, en toen deed ik daar ook wel wat financiële dingen. Hè? Want ja, dat vond ik leuk bij de hotelschool. Dus als je dan bij een vereniging zit en er moet financiële dingen gedaan, dan ja. doe je dat uh, er ook maar bij. Uh, dat is natuurlijk doodeng. Maar je merkt wel dat als mensen luisteren, in ieder geval voor mij, vond ik dat heel interessant en vooral als je dan probeert daar bepaalde leuke nuances in te leggen, bepaalde taalgrapjes, want dat vind ik ook stiekem wel een beetje leuk en jij ook wel van genieten volgens mm -hmm. mij, uh, dat mensen daar op een positieve manier op reageren. Dus dat is een beetje dat entertainen waarom ik eigenlijk ook de hotelschool ben gaan doen. Yeah. Uh, en dan begin je met dat praten bij gewoon een beetje casual showtje zoals we eerst hadden, dan naar toernooien. En dan merk je dat je daar ook op een bepaalde manier je creatieve uiting kwijt kan. Wat mm -hmm. voor mij ook altijd wel een beetje lastig was om te vinden. Want ik ben echt zo amuzikaal als maar kan. Ik kan heel goed luisteren. Maar echt, als ik al ga meetrommelen met iets, wordt mijn vriendin. Nou, ik zal niet <laughs> zeggen kwaad, maar geagiteerd door hoe aritmisch ik ben. Dat is echt een talent. Uh, dus ja, met woorden was ik dan wel creatief. En vooral in gesproken woorden. En ik merkte dat ik daarmee mensen kon entertainen, maar ook mezelf op een bepaalde manier kon uitdagen. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat dat voor mij ook wel. Eigenlijk dat het een beetje de trigger is geworden waarom ik het zo leuk vond om te doen. Ja, uh, jullie net zelf al de studentenvereniging vallen. Uh, in het, uh, het voorgesprek dat we gehaald hebben, uh, omschreef je dat als uh, uh, echt niks voor jou. En dat het ver buiten je comfortzone lag uh, ja. toen je dat ging doen. Um, maar je bent dat toen wel gaan doen, terwijl je eigenlijk het misschien nog niet voelde, zeg maar, op het moment dat je het ging doen. Um, hoe is dat dan gekomen? Want ik kan me voorstellen, ik bedoel, studentenvereniging, je kan ook heel makkelijk zeggen, nee, toch? Ik bedoel, het hoeft niet. Nee, precies. Hey, het is wel een vrijwillige keuze natuurlijk geweest. Ja. Uh, mijn zus die zat bij een studentenvereniging in Nijmegen. Uh, ik heb natuurlijk het grootste gedeelte van mijn middelbare schoolperiode in de gezeten op het gymnasium. En er is geen universiteit in Friesland. Dus de mensen die ik daar kende, gingen allemaal andere kant op. Mm -hmm. Dus eigenlijk je sociale kring in de stad zelf was op dat moment verdwenen. Ja. Uh, dus toen dacht ik, weet je wat ik ga naar een nieuwe school uh, ga ik daar proberen ook op een bepaalde manier wat uh, meteen vrienden te maken, en studentenvereniging is daar in principe dan uh, een vrij goede kans uh, voor, dus ik dacht ik uh, geef me op, maar ja dat is toch wel weer dat, meer dat feesten en dat soort dingen wat uiteindelijk dus helemaal niet zo voor mij was, maar ik dacht op dat moment ik ga gewoon de uh, gezellige mee mm -hmm. en dan heb ik hartstikke uh, leuke mensen ook ontmoet die maar ook wel hebben geholpen om inderdaad ook wat meer te durven <laughs> te spreken. Uh, en daarin dus dat ook veel meer ontwikkeld om dat verbale er uh, makkelijker uit te krijgen. Mm -hmm. Oké, okay. ik, ik denk dat het voor zoveel mensen die dit horen en ik zeg maar al toen we het, het vorige gesprek hadden en nu weer um, ook raar moet zijn om te horen dat er dus ook een hele introverte toldersma is geweest. Want ik denk dat. Uh, of ja, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. M mijn uiteindelijke vraag uh, om het wat korter te houden is: uh, Is die toldersma er ook nog steeds op sommige momenten? Of is het echt 180 graden gedraaid? En ben je nu uh, uh, amicaal open tegen alles en iedereen? En, 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 en kan je voor alle grote groepen staan en boeit het je allemaal niet meer? Of zijn er nog momenten waarop die toldersma die je nu omschrijft, die niet zo heel sociaal was, maar niet naar de schoolfeestjes ging en zo. Uh, is die er op sommige momenten ook nog of is het echt gewoon.? Tot... Oh ja, zeker. Nou, kijk, Ik heb. Uh, Sliskdakje, dat is een spelen. speler. Die kwam eens een keer random naar me toe. Weet je, ik ben. Uh, amb uh, Ambifair. Ik denk, wat, wat de hel is dat nou weer? Zo ben je. Je mix bent tussen. Uh, introver. en extrafair. Ik ben op sommige momenten. Ben ik heel erg extrovert. En dan kan ik heel makkelijk. Uh, Open praten met mensen. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel bepaalde trekjes. Ik kan gewoon echt genieten van lekker alleen zijn of gewoon lekker thuis zitten met mijn vriendinnen en uh, serie kijken. Ik, ik hoef niet elke keer naar mensen toe. Ik vind het soms wel even leuk. Mm. Uh, maar ook niet te veel en voor grote groepen spreken. Ja, dat gaat tegenwoordig makkelijk. Maar als het echt een business-to-business -business event uh, is. Nou, dan ben ik zo nerveus als maar kan. Dat vind ik dan weer vreselijk. Ik heb eens een keer op Dreamhack Rotterdam. Uh, voor allemaal key partners van omen moeten spreken. Daar heb ik deze fles van gekregen. Mm -hmm. Nou, dat is echt vreselijk. Pak hem, persoon... pak hem even. Laten we hem even van dichtbij dat zien. Limited Edition. <laughs> limited Edition. Uh, dat was toen hadden ze een speciale printtechniek dat ze alles individueel kon doen. Zelfs in uh, massieve oplagen. Hij is ook. Uh, Nummer 058, ik weet niet of je kan zien, waarschijnlijk niet. Wat vet. Ja, ja, ja. Dat is de netcode van ja. Dus toen mochten we een fles uitzoeken van tevoren. Want we moesten ze allemaal in een tasje doen. En Kiel op gewoon vriendelijk mee. En toen zei, kies dan wel een nummer die jij wil. Dan kun je die alvast pakken. Toen zei ik, nummer 058. Ja, dat is vet dom. Waarom ga je dat nummer nou weer nemen? En daarna iedereen hun netcode gepakt. Ja, nice. Wel weer een beetje... Beetje stiekem. Uh, maar toen moest ik dus voor allemaal van die zakelijke partners praten. En dan moest je dingen instuderen. En dat kan ik dus echt niet. Dat is nog okay. een beetje een probleem met leren. Ik kan het echt niet instuderen. Ik kan veel beter gewoon domme dingen uit het niets eruit flappen. En uh, de persoon van HP zei ook, ja, met dat we ingestudeerd moesten hebben, een beetje het de script deel, dat was niet zo goed. Maar op het moment dat je. Moest, nou, ja, ook heel eerlijk en terecht. Ja, ja. Ik vond het zelf ook vreselijk. Uh, <laughs> maar dan we hadden we ook dat uh, twee. we moesten een potje League of Legends 1 tegen 1 worden gedaan. En dan moest ik dan overheen casten. Mm -hmm. Ik ben geen League casten, maar dat ging hartstikke goed. Want dan kon ik gewoon lekker mezelf zijn. Mm -hmm. Lekker domme dingen zeggen. Dan werd ook gezegd: doe, doe gewoon jezelf. Doe maar wat. Ja. En dat is dan, dan ben ik weer vrij. En dat is veel makkelijker. Dus voor mij is dat als ik iets heel erg gescript, iets heel zakelijks moet doen. Mm -hmm. Dat vind ik dan nog wel echt doodeng. Zou je dat willen leren? Zou je daar beter in willen worden? Ergens een beetje wel, maar ergens ook weer totaal niet, omdat het voor mij heel veel vrijheid weghaalt. In ieder geval vaak heb je bij dat soort dingen toch wel dat er een bepaalde manier van spreken moet worden toegepast. En kijk, bij de shows die ik normaal doe, zijn er ook bepaalde dingen waar je aan moet houden. Je mm. uh, mag niet echt schelden, dat is niet echt uh, zo netjes. En er zijn. Uh, je hebt gewoon een hele rundown die je moet volgen. En is een hele lijst aan dingen. Maar tussendoor word je wel enorm vrijgelaten. En ja. Daar geniet ik toch ook wel het meest van dat ik mezelf daar ook lekker in kan laten gaan en mezelf kan uitdagen met domme rijmpjes, domme woordgrappjes bedenken. Uh, mijn co-casters proberen te prikken op een manier dat ze een bepaalde respons geven of juist totaal niet. Yeah. Dat je daar dan zelf ook door verrast kan worden. Ja. Yeah. Oké, okay. um, nu we toch zijn in het nu, zeg maar, en je ook zegt van, uh, uh, ja, nou, bepaalde regels en dingetjes en zo. Kan je even voor mensen die misschien al drie kwartier zitten te kijken en, en, en uh, niet precies weten wat je nou momenteel allemaal doet en waar ze jou eventueel zouden kunnen tegenkomen, kan je even vertellen uh, wat je doet, uh, welke shows je recent hebt gedaan of nog gaat doen, als je daar wat over kan vertellen, uh, zodat mensen ook een beetje een beeld hebben van waar jij je momenteel mee bezighoudt? Ja, ik ben nu nog wel e-sports commentator en host. Uh, ik heb dat vier jaar lang als freelancer gedaan. Tegenwoordig ben ik uh, in vast contract aan het werk bij Meta. Niet van Facebook, maar uh, die voorheen voor entertainment heette. En uh, heel veel events en e-sports dingen in de Benelux uh, organiseert. Waaronder ook uh, de PGL Major als uh, co-producent eigenlijk. Uh, daar ben ik dan ook als community manager uh, tegenwoordig werkzaam. Daarbij... Adviseer ik en assisteer ik heel erg in de communicatie uh, en dingen regelen van Rainbow Six en Counter Strike. Uh, dus daarin probeer ik mijn diplomaloze bestaan ook nog een beetje uh, werkkennis naast alleen het babbelen op te leveren. Want dan merkte mm. ik toch wel dat ik daar behoefte aan had uh, voor mezelf. Dus gelukkig uh, kon ik heel goed met Meta al overweg met de eigenaar. En zei ze nou: kom dan gewoon lekker bij ons werken. Dus was dat een hele soepele, open sollicitatie. Ja. Yeah. Uh, en ja, de shows die ik tegenwoordig nog doe. Ik doe natuurlijk de Bad First Elite Series. Die begint in juli weer. Uh, dat is een Counter-Strike stream. Uh, die wij nu voor het tweede seizoen. En dan de derde split in totaal. Uh, weer mogen doen. Uh, daarnaast doe ik wekelijks Rainbow Six. Daar zijn we nog steeds mee bezig op woensdag. Uh, dat is tegenwoordig weer in het Engels. Dus dat is ook voor mij wel weer een leuke uitdaging. Om daar weer mijn draai in te vinden. Uh, en ja, daar hebben we gewoon een wisselend... Uh, rotatie qua casters. We hebben nu dit seizoen ook verschillende gasten gehad. Dus daarmee heb ik ook een beetje de Steven-rol met uh, mensen lekker de uh, oren van het lijf vragen. Maar zelf ook weer hele leuke dingen kunnen leren. Uh, en vanaf morgen begin ik ook met een Formule 1 show vanuit Esports Benelux. Uh, okay. Want die uh, vroeg of ik uh, daar ook uh, interesse in had. En ik denk, nou ja, dingen die snel gaan zijn ook wel leuk. Ik hou me alleen wel aan het uh, limiet als op de snelweg. Ja. Yeah. Tussen de regels door, gooi je even mijn diploma-loze bestaande er doorheen. Ja. Um, is het iets waar je wel eens over nadenkt? Van misschien komt er een tijdperk dat, dat e-sports niet meer voor mij is. En, en wat dan, zeg maar? Ben je daar wel van binnen? Nou ja, afgelopen jaar heb ik daar natuurlijk wel over nagedacht. Uh, nou eigenlijk vanaf het begin van corona. Mm -hmm. Toen corona toesloeg, toen dacht ik in één keer: oei, maar ik verdien wel een groot deel aan offline events. Na nou, al die beurzen, ja. die zag ik al natuurlijk verdampen. Uh, ik heb heel veel bedrijven hun marketingbudget gedigitaliseerd. Dus ben ik er financieel zeker niet op achteruit gegaan, alleen maar op vooruit. Mm -hmm. uh, maar dat was wel ook een moment om te realiseren hoe kwetsbaar je bent op dat moment. Uh, vooral omdat ja, ik heb verder niet het papiertje dat kan laten zien dat ik bepaalde dingen kan. Uh, bedrijven waar ik mee samenwerkte, die wisten wel wat ik kon. Dus ja. die uh, zijn er ook altijd heel makkelijk in meegegaan en proberen ook altijd extra werkzaamheden voor mij te. Uh, verzinnen als ik uh, daar behoefte aan had. Dus bijvoorbeeld artikelen schrijven, daar hebben we elkaar ook uh, al wel uh, zakelijk mee kennis gemaakt. Uh, en toen vorig jaar heb ik toen ook uh, met Steven Leunens van uh, Meta gesproken. Ik zei van ja, ik wil eigenlijk wel meer. Uh, ik heb geen diploma, ik doe dit nu bijna vier jaar als mm -hmm. fulltimer. Uh, maar het gaat een keer eindig zijn, of dat nu is of over vijf jaar. Ik wil na een tijdje kinderen met mijn vriendin. Uh, ik heb nu een huis, dat wil ik ook kunnen blijven betalen. Ja. Wat is er mogelijk uh, om voor mijzelf ook te leren? En hij zei nou, we moeten gewoon even om tafel gaan zitten. Ik ga met de andere baas even overleggen wat we financieel kunnen regelen. En dan gaan we gewoon kijken of we een passend uh, akkoord voor ons beiden vinden waar we beiden wat aan hebben. Uh, mm -hmm. ...en het casten komt dan ook onder hun... ...dus uh, ik betaal in dat opzicht mee aan mijn salaris... ...wat heel normaal is, want elke werknemer moet een bepaalde marge opleveren voor de baas... Yeah. Uh, ...waar het salaris uit gaat komen... Uh, ...maar daarmee was het ook heel makkelijk om mij erin te geleiden... Mm -hmm. uh, ...omdat je toch een bepaalde inkomstenbron al uh, kan uh, verzekeren... ...en daarnaast was het gewoon van, ja, wat wil je doen? Ik denk, nou ja, ik weet nu al heel veel van e-sports... Ik werd er heel vaak om advies gevraagd. Ik wil het nu toch een beetje kunnen uitbreiden. Zijn was het community management heel goed uh, om voor mezelf in ieder geval een rol te vinden waar ik mezelf in kon ontwikkelen, maar waar ik al wel voor mijn gevoel een basis voor had. Oké. Okay. En stel, morgen um, is er geen e-sports meer. Meta is er niet meer. Sorry, als jullie kijken oh. en jullie, jullie weten dat ik jullie mag. Um, meta is er niet meer, maar gewoon het hele begrip e-sport, zeg maar. De bubbel klapt om het maar even zo te noemen. Um, er is geen interesse meer. Sponsoren trekken zich terug om wat voor reden dan ook. Zien er geen toekomst meer in. Um, en je moet compleet een andere branche ingaan. Even ongeacht van of je dat zou kunnen, uh, wel of geen diploma. Stel je zou van alles kunnen kiezen wat er bestaat: alle, alle, alle branches die er bestaan. Waar zou je dan werkzaam in willen zijn? Ja, dat, dat zou ik dan dus oprecht niet weten. Heel veel mensen hebben altijd tegen mij gezegd... ...oh, je hebt echt een radiostem, je moet in de radio. Ja. En dan zeg ik altijd van ja... ...maar ik luister zelf al niet eens naar een radio. Nee. Ik vind... <laughs> ...babbelen kan ik niet naar luisteren. Uh, reclame word ik absoluut gek van. Terwijl we zelf op onze shows ook gewoon reclame draaien... ...maar dat maakt niet uit. Ja. Uh, maar ja, ik zei dat kan ik niet. TV... Ik kijk ook niet zo heel veel tv meer, dus dat trekt mij dan ook weer niet. Dus het presenteren in dat soort grote getallen vind ik dan wel weer in één keer eng, omdat, kijk, e-sports is een passie, dus veel makkelijker om over te praten. Dus ik denk dat ik dan toch wel iets zou gaan zoeken weer in de IT. Ik denk dat dat voor mij toch ook wel aansluit op natuurlijk de technische interesse. Uh, ik zoek ook altijd wel uit hoe alles met computers werkt en uh, dat soort dingen eromheen. Natuurlijk is dat niet per se IT, maar... Mm -hmm. Toch het technische onderleg zijn op bepaalde dingen vind ik wel heel interessant. En vooral omdat je moet kunnen communiceren, maar je bent niet altijd gebonden aan constant communiceren. Kijk, marketing, ik snap er wel wat van, maar het trekt me ook weer niet helemaal Terwijl het toch wel een beetje onderdeel van mijn takenpakket is. Mm -hmm. Als het maar een klein beetje is, vind ik het prima. Als het helemaal is, dan word ik helemaal gek. Yeah. Ja, dus ik denk dat ik toch de IT ergens in zou duiken, misschien als consultant of zo. Om een beetje de brug te zijn, een beetje de verbinder tussen verschillende partijen. Uh, maar anders zou ik het op dit moment nog niet weten. Oké, okay. nou laten we vooral hopen dat e dan nog heel erg lang blijft. Uh, en dat je daar gewoon lekker je ding mee kan doen. Um... Je hebt al een paar keer dit gesprek uh, uh, je vriendin genoemd. Um, dus mm. je kan het natuurlijk niet laten en ik kan het ook niet de mensen aandoen om uh, tien minuten voor het einde toch nog even te vragen. Als je dat wil natuurlijk. Of je zou willen vertellen uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe en waar heb je je vriendin leren kennen. Is dat, is dat een leuk deelbaar verhaal of zeg je nou, het is helemaal niks aan? Dat kan natuurlijk ook. Maar soms zit er uh, een leuk verhaal achter. Dus uh, ik weet niet of dat bij jou ook zo is. Nou, ik ben natuurlijk, zoals ik zei, uh, zeer technisch onderbouwd. Uh, en mijn woorden zijn natuurlijk ook echt fantastisch. Dus ik uh, heb haar met uh, Tinder weten te versieren. <laughs> <laughs> ja, we leven in een technologische tijdperk. Oké, okay, uh, okay. maar dan moet ik natuurlijk weten of je met zo'n foute openingszin bent begonnen. Dat is echt het enige wat ik kon. Oké, okay, oké, okay, uh, maar welke? Ah, dat... Ja, dat weet ik dus niet. Nou, volgens mij had ze een foto dat ze naast een groot pinguïn-standbeeld stond... En een andere foto dat ze aan het duiken was. Uh, dus dan had ik volgens mij iets gevraagd van... ben je ook nog pingwins onder water tegengekomen? Of zo? Ja, dat je denkt, dit is heel dom. Maar <laughs> ik probeerde wel iets te verzinnen wat bij de foto's paste. Yeah. Uh, en uiteindelijk aan het praten gekomen. En voor mij was het ook wel belangrijk om ja, iemand te vinden... hoe wenselijk dat dan ook is, die ook wel van game hield. Want ja, mm -hmm. anders kun je ook niet echt uitleggen wat ik doe... en waarom ik soms heel lang van huis moest zijn... omdat ik allemaal shows had. Yeah. Uh, en zij woonde toen in Leeuwarden. Ik woonde nog in Gouten gewoon lekker bij mijn ouders, hotelmama, je weet hoe het is. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk uh, leuk aan de praat gekomen. Eerste date had ik het bijna verpest, omdat ik uh, een beetje twijfelde of ik bij het goede adres was, terwijl ik het eigenlijk wel zeker wist. Maar dan ben ik altijd echt heel angstig was sowieso nerveus. Mm -hmm. En toen ging ik haar bellen terwijl ik gewoon voor de deur stond. Dus <laughs> toen dacht ze: waarom belt hij me? Gaat hij me nou? Ditje? <laughs> nou, gelukkig niet. Uh, maar uiteindelijk een uh, leuke eerste date gehad, een paar vervolgjes. En toen ben ik uh, heel erg subtiel. Steeds meer dingen in het huis gaan zetten. <laughs> ik Tandenborstel uh, en zo. Ja, ja, ja. en uh, wat kleren. Uiteindelijk zei, ik, oh, ik moet van thuis werken. Maar jullie internet is goed. Dus ik kan dus gewoon vanaf hier werken, is gezellig. Ja toen stond mijn computer er, en ja, toen kwam ze niet meer van me af. Dus ja, of het nou echt helemaal vrijwillig is gegaan, uh, die hele relatie, daar is ze misschien nog niet helemaal achter. Uh, maar ja, en nu wonen we ook samen. Dus volgens mij is het uh, nu, na ja. iets meer dan vier jaar, nog altijd wel uh, helemaal ja, prima. We krijgen ja. binnenkort ook een kleine. Geen kind, maar een pupper. Ik wist: uh, dus... <laughs> dit doe je niet. Ik dacht: dit kan niet. <laughs> ik dacht: je kan niet mijn show uitgekozen hebben om dat bekend te maken. <laughs> dit was zelfs voor jou ongeloofwaardig. Maar ja, één seconde twijfelde ik. Ja, Daar doe ik het voor. Ja, nee, oké, okay, duidelijk, duidelijk. Hé, hey, wat ik me dan nog wel afvraag, hè? Ik zou me heel goed kunnen voorstellen, ik zei het in het introfilmpje ook al in de voice-over die ik insprak. Um, ik kan me gewoon heel goed voorstellen dat mensen jou kennen als inderdaad, weet je, de woordgrapjes, de flauwe mopjes, de dubbelzinnige opmerkingen. Um, maar er is natuurlijk ook een serieuze... Maar er is ook een, 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 een serieuze kant van je. Alleen die zien vooral de mensen, denk ik, die de streams en zo kijken niet zo heel erg vaak. Uh, maar die zal je in je relatie ongetwijfeld wel hebben. Er, 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 er zijn nog wel eens momenten dat dat lastig is. Dat mensen jou verkeerd inschatten of zo. Dat ze niet denken dat je serieus kan zijn of zo. Of heb je dat met je vriendin bijvoorbeeld wel eens meegemaakt? Dat je, of dat je een grapje maakt op het moment dat je misschien geen grapje had moeten maken. Die, die herken ik namelijk nog wel. Heb, heb je dat wel eens of, of valt het mee? Um, ik denk dat ik soms te veel praat. Dat is wel een beetje een dingetje dat ik gewoon een beetje awkward stil vind. Dan ga ik gewoon te veel praten. Mm -hmm. Omdat ik dan niet tegen de stilte kan. Dus dan ga je te snel dingen zeggen. Ik zeg ook, omdat tijdens een show moet je gewoon alleen maar blijven pompen vaak. Dat ik uh, dingen zeg en dan in één keer ga nadenken over wat ik eigenlijk heb gezegd. Dat je denkt, misschien ik dat gewoon even niet moeten zeggen. En ja, dat soort dingen, dat er dan soms gewoon uit zonder dat je erbij nadenkt. Eh. Uh, maar ja, de persoon die ik op de show ben, dat is ook wel een vrij goede representatie van hoe ik in het echt ben. Mijn vriendin wordt ook uh, geregeld gek als ik richting een show ga. Omdat echt, als ik een week lang geen show heb gehad, maar we komen er wel naartoe, elke dag komen er meer woordschapjes bij. <laughs> Toen uiteindelijk ze ook gewoon zegt: Volgens mij is het goed dat je gaat werken. Want dan ben je het gewoon weer even kwijt. Dan, dan heb... kun je weer even ventileren. Heb je ze allemaal gebruikt en dan. Dat, uh, nou, <laughs> dat, dat hoop je. Maar dat is dus dan niet zo. En vandaag hadden we nog even onze uit, oud uit Leeuwarden. Niels langs. Uh, nou ja, toen kon ik ook meer niet laten om woordgrappjes te maken. Dus uh, ja, de een na de ander vlogen we weer uit. Het hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Ze, ze is ja. voor de Total Package gegaan. Dus dat wist ze van tevoren toch? I mean, ja, met... uh, uh, Daar had ze misschien wel de discount willen hebben van minder woordgrapjes, maar je, je kunt niet alles hebben in het leven. <laughs> met alle respect, als je echt met zo'n hele waardeloze tocht zo ver geschopt hebt, dan denk ik dat ze wel weet waar ze aan begon. Ja, precies. Hé, hey, um, ja, we, 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 we zijn zo'n beetje de cirkel rond. Uh, ik, ik hou er nooit van om het zeg maar die laatste paar minuten te gaan rekken met alleen maar om hmm. het te rekken, zeg maar. Dus, uh, dus dat doe ik dan ook liever niet. Wat ik nog wel heel erg mooi vind is dat, uh, um, dat je tegen me zei. Uh, nou, dat, je, dat je vindt dat je eigenlijk een heel makkelijk leven gehad hebt tot nu toe. En dat je daar ook heel erg dankbaar voor bent. Um, um, misschien, ja, nog mooi om dat nog wel even te benadrukken. Dat je, um, ja, dat je in ieder geval op mij heel gelukkig en heel dankbaar overkomt. En ik denk dat dat uh, een, ook een mooie eigenschap is. Ik denk dat. Ook mensen zijn bij wie dingen aankomen waar je die daar misschien niet zo uh, bewust van zijn. Maar uh, ik krijg het gevoel dat jij wel nou, dat jij wel weet dat je, dat je daar ook wel mazzel mee hebt en dat het ook anders had kunnen zijn. Ja, precies. Dan moet je voor jezelf uiteindelijk ook een beetje inkijken. Kijk, mijn studie ging gewoon slecht. Daar heb ik zelf ook een bepaald in gehad. En daarna heb ik zelf hard ja. gewerkt, maar dan is altijd wel de mogelijkheid gehad dat ik die keuzes kon maken. En niet iedereen kan dat. Voor sommige mensen is een studie. Zo belangrijk dat je niet zonder kan en dat ja, al het geld van de familie er soms al in zit. En als je dan faalt, mm. dat het helemaal verkeerd gaat. Ja. Uh, ik heb altijd die keuzevrijheid gehad om dingen te kunnen doen die ik wou doen. Mm -hmm. uh, en mijn ouders, met wel een beetje moeite, hadden toch het vertrouwen dat wat ik zei dat ik kon en wou doen, dat het ook zou lukken. Voor mij was het ook wel een kleine gok, maar hè, het is uh, gelukt. Ja. Uh, en ja, ik heb gewoon de steun om me heen gehad om dat ook allemaal uh, waar te kunnen maken. Ja. Uh, en ja, dat heeft niet iedereen altijd. Ouders zitten soms een beetje moeilijk te doen en blokkeren. Mm -hmm. uh, soms heb je vanuit de relatie dat er frictie is. Maar dat heb ik ook nooit gehad. Mijn vriendin heeft me ook altijd gesteund. Ook als ik een hele maand lang alleen maar shows had dat ik uh, gewoon stiekem toch thuis kon komen om even bij te slapen. En dat er was alweer. Uh klaar was voordat ik de volgende keer eruit ging... of als ik heel lang thuis moest werken... kwam mm -hmm. er uh, toch uh, op het perfecte momentje... een uh, stomend warme maaltijd uh, voor mijn neus... dat ik toch nog weer even door kon gaan. Yeah. Uh, en ja, verder... ook met het huis... we hebben nu een huis, dat had ik ook niet verwacht... Hebben we hebben ook een paar massetjes mee gehad. En uh, dan, soms moet je dan ook wel even nadenken... van, uh, als je heel veel massetjes hebt... dan uh, kun je daar ook wel... dankbaar voor zijn. Of je nou geloven bent of niet, uh, mm. allemaal op je eigen manier. Ja... Yeah. Uh, dus ja, ik ben uh, daar gelukkig en heel gelukkig mee. Ja, precies. Laten we dan lekker cliché uh, de 60 minuten afsluiten. Uh, ik denk dat jij uh, een van de beste personen bent om dat aan te vragen. Met, jou, uh, 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 met jouw vocabulaire en hoe jij dingen kan verwoorden. Heb jij een advies? Gewoon een soort, heb je een soort motto of zo? Of een soort levens. Uh, heb je iets waar je naar leeft wat je, wat je mensen mee zou willen geven? Als ze nu, stel, ze schakelen nu in. En je denkt van, oké, okay, ik wil dat ze één ding onthouden van, 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 van dit hele uur. Wat, wat zou jij mensen mee willen geven? Gewoon over, over het leven of, of over wat dan ook. Wat, wat is nou. Ja, voor mij is het denk ik heel belangrijk. Creativiteit zit niet altijd in de normale dingen zoals tekenen of muziek maken of dat soort dingen. Uh, en ook al weet je niet meteen hoe je je nu zou kunnen uiten. Uh, moet je gewoon heel veel dingen proberen en kijken wat soms niet logisch is, maar wel bij jou aanpast. Uh, dus voor mij is dat het praten geweest, de shows maken, het vertellen. Uh, wat heel creatief is geweest en mij heel veel ruimte ook in mijn hoofd heeft gegeven. Uh, en soms zijn gewoon andere gekke hobby's zoeken daar voor jou misschien wel de beste methode voor om dat te ontdekken. Uh, en ja, als je het moment hebt dat je denkt dat je vast zit, moet je daar soms proberen. Uh, jezelf dan toch ook uit te bevrijden door in een keer iets heel geks, iets heel anders te doen, wat andere mensen misschien juist te gewaagd vinden. Duidelijk, Ik denk dat het heel mooi, uh, uh, hele mooie woorden zijn om mee af te sluiten, en uh, waar mensen hopelijk uh, iets mee kunnen. Um, ik wil je heel erg bedanken, uh, Toldesma. Um, ik blijf toch Toldersma zeggen: ja, het zit er toch een beetje in. Hè? Ja, we zijn weer ja, op Twitch, dus nu mag het. Um, ik wil je heel erg bedanken voor 60 minuten. Een kijkje in uh, ja, jouw leven en jouw hoofd. En, uh, um, ik denk dat we nog een paar uur hadden kunnen vullen. Dat zeg ik heel vaak, maar ik meen het oprecht. Uh, alleen ja, dit is nou eenmaal hoe het is. En ik denk dat we de cirkel redelijk rond hebben gemaakt. Um, toldersma, de enige man. Uit Friesland denk ik die zijn eigen hoofd op een golfbal heeft laten drukken. Want daar hebben we het niet eens over gehad. Maar uh, uh, ik zag ook niet echt de gelegenheid om die er doorheen te fietsen. Maar moest ze toch nog even gezegd hebben. Uh, ik heb hem helaas hier niet liggen, maar uh, ik weet, heb jij er één bij de hand of niet? Ja, ja, tuurlijk. ja, tuurlijk. heeft hij er een. Deze man. Ik moest, toch, ik moest het toch nog even benadrukken. Weet je, dan. Zegt hij, ja, weet je, bescheidenheid en uh, de Friese nuchterheid en zo, maar dan wel zijn eigen hoofd op een gegeven Je ging door, ja. Ja, precies, ja. Ja, dat was. Sorry, we doen, we doen even een kleine, even een kleine, kleine verlenging. Toegang. Een kleine verlenging. Maar hoe is dit ooit tot stand gekomen? Dat moet ik toch nog even weten. Um, ja, zoals ik altijd zei, mijn dingen doen. <laughs> uh, ik dacht, ik wil minder belasting betalen, dus ik moet zakelijke uitgaven gaan creëren. <laughs> Uh, en een visitekaartje <laughs> had ik ook aan het denken. Maar visitekaartjes vond ik saai. Ook ja. een wat je hebt, dat doe je in je portemonnee, of je gooit het meteen weg en je vergeet het. Dat ik moet iets echt heel doms geven, wat mensen gaan vasthouden en misschien wel gaan koesteren. Toen dus heb ik mijn uh, hoofd en dan uh, <tie> natuurlijk maar op de achterkant uh, op golfballen besteld. Eerst een kleine oplage, dat vond ik hilarisch. Toen ja. heb ik een grote oplage gedaan. Uh, en uh, ja, ze zijn nu eigenlijk allemaal wel op. En dat is uh, toch wel de beste zakelijke aankoop die ik ooit heb gedaan. Weggezet als marketing- en relatiegeschenk. Ik geloof het meteen. Ik, uh, ik was in ieder geval heel blij dat ik er mocht ontvangen. Dus uh, dank nog daarvoor. Alweer jaren geleden, volgens mij. Ehm. Um... Dank uh, dat jij te gast wilde zijn. Um, um, terwijl ik de podcast even af ga sluiten, wil ik jou alvast even vragen of jij wil kijken of er iemand live is momenteel op Twitch uh, die we zouden kunnen hosten, uh, waar we met het uh, groepje kijkers naartoe kunnen. Um... Dan maak ik even van de gelegenheid gebruik om alvast even de podcast af te sluiten voor Spotify. Um, ben je dit nu aan het luisteren op Spotify, dan uh, eindigt hier deze aflevering. Uh, aflevering 1 van seizoen 3 van het Spreekuur. Mijn gast was vandaag uh, Tjadrik Oldersma, online beter bekend als Toldersma. Um, e-sports commentator en community manager binnen de e-sports uh, ja, e wereld. Onder andere voor de games CSGO en uh, Rainbow Six Siege. Wil je hem checken, uh, twitter.com slash toldersma, uh, dat spreekt voor zich, uh, het staat hier in beeld en uh, je kunt het ook in de uh, omschrijving van deze podcast kun je het vinden. Um, wil je nou ook altijd de laatste paar minuten van deze show meemaken, dan moet je zorgen dat je er live bij bent woensdagavond vanaf 8 uur op twitch.tv slash steven, dat is s-t-i-e-f-u-n. Wil ik je bij deze in ieder geval heel erg bedanken voor het luisteren? En dan hoop ik dat ik je volgende week of live in de chat zie. of uh, dat je de volgende aflevering weer luistert van het spreekuur. Bedankt voor het luisteren. Een fijne ochtend, middag, avond, dag. wanneer je dit ook luistert. Bedankt. En dan kunnen we hem daar knippen. Um, dan zie ik dat jij al iets in mijn uh, DM hebt geslijd. Dan gaan we met z'n allen gezellig naar Egbert toe. Um, voordat ik dat doe, wil ik nog even vragen, mensen die in de chat zijn, of jullie een klein formuliertje in willen vullen over deze aflevering. En uh, terwijl ik dat aan jullie vraag, wil ik natuurlijk ook even van jou vragen, Tolder. Wat vond jij ervan? Ik heb genoten. Zoals je ja. altijd met jou babbelen. Ik ben altijd uh, stiekem wel groot fan van jouw Steams geweest. <laughs> even lekker babbelen, lekker alles loslaten. Ja, dus uh, ook een. Leuke manier voor mezelf om uh, te na te denken over hoe het leven is geweest, want zo vaak denk je er ook eigenlijk niet over na. Dat is echt grappig dat je dat zegt, want er zijn dus, nu heel cliché om, om zogenaamde eigen concepten helemaal in te prijzen, maar er zijn dus meer mensen die dat zeiden, die ook echt zeiden van... Ja, ik ben, ik ben nu pas echt zelf na gaan denken eigenlijk over hoe sommige dingen zijn gegaan en... Uh, um, Sommige mensen hebben ook echt live in de uitzending soort van zitten graven van... hoe was dat ook alweer en wat voor kind was ik eigenlijk en zo, weet je wel. En dat is heel grappig. Is echt een janken. Ja, ja, precies, ja, ja. Nee, maar dat was heel grappig om te zien. Dus uh, um, ja, nou, dank daarvoor. Ik vond het ook heel erg prettig. Een superleuke manier om het derde seizoen af te trappen. Um, dit was aflevering 1. Dat betekent dat volgende week, nee, dat komende woensdag alweer aflevering 2 is. En zoals altijd laat ik dan altijd even weten... Wie uh, volgende week mijn gast is. En dat is in dit geval Casey NL. Nederlandse streamer. Twitch.tv slash uh, Casey Hij is 11 mei te gast. Dus dat is komende woensdag. Uh, vanaf 8 uur. Dus uh, als je dat wil zien. Dan uh, moet je daar zeker even bij zijn. Um, alle andere gasten die liggen ook al vast. Maar die hou ik nog heel even geheim. Maar binnenkort kom ik met een overzicht. En dan kan je precies zien wanneer jouw favoriete uh, content creator er is. En dan kun je die... Uh, Alvast binnen je agenda, bijvoorbeeld. Um, ik ga alvast even de host starten. Dan duurt dat altijd even, want het is natuurlijk een raid. Dan wil ik nog één keer iedereen in de chat vragen of jullie de vragenlijst in willen vullen. Het kan anoniem, dus uh, twijfel niet. Ook als je kritiek hebt, ik hoor het juist heel erg graag. Want uh, ja, het kan alleen maar beter. Dus uh, het is dan wel het derde seizoen, maar hopelijk komen er nog heel veel seizoenen. En dan kan het alleen maar beter worden. Ehm... Um, in Ieder geval heel erg bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Uh, Tolder, jij heel erg bedankt dat je te gast wilde zijn en dat je alles wilde vertellen wat je verteld hebt. Um, en uh, ik moet nog even één ding bekennen. Um, ik dacht dus dat jouw achtergrond een greenscreen was. En ik dacht dus dat ik je net naaide door te zeggen: pak die fles even. Maar toen bleek het gewoon <laughs> daadwerkelijke achtergrond te zijn. Ik heb wel een greenscreen, maar <laughs> ik. Uh, nee, ik heb wel. Echt allemaal random en heel erg excentrisch er, dingen weer buiten beeld. Ik was er gewoon de hele tijd heilig van overtuigd dat je voor een greenscreen zat. Dus ik dacht, ah, ik naai er even bij. En toen pakte hij hem daadwerkelijk. En toen dacht ik, ja, nou goed. <laughs> uh, Leuke bonus als je bent <laughs> blijven kijken op Twitch. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik wens jullie een hele fijne avond. En uh, hopelijk tot komende woensdag. Dan is Casey en L mijn gast namens mij en Toldersma een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Ciao, ciao.